In Nederland hebben we op iedere hoek van de straat een hogeschool of een universiteit. Hè? Dus daar hoef je helemaal niet zoveel open courseware voor te doen. Maar als je nou denkt aan de rest van de wereld, dan zijn er miljoenen mensen die zijn verstoken van hoger onderwijs, van onderwijs in het algemeen. En die kan je op deze manier bereiken. Nou, dan kan je ook weer zeggen, waarom ga jij dat nou doen? Of waarom gaat deze universiteit dat doen? Ik denk dat daar wel een opdracht ligt voor alle universiteiten. Wij willen echt op het gebied van open courseware willen wij actief zijn. En we hebben dus ook al heel veel programma's. Open courseware, een stuk of 70, 80 programma's. We werken op iTunes U met onderdelen. En we zijn nu bezig om hele opleidingen klaar te maken, zou ik maar zeggen, om naar buiten te brengen als open education. Als docenten daar bedrevener in raken, dan zie je dat ze ook hun programmering voor hun onderwijs hier aan de universiteit al doen met in hun achterhoofd het beeld van ja, maar straks gaat het ook de hele wereld in. Dus dan moet er ook dit of dat, of het moet korter, of ik moet het anders in een andere volgorde kiezen. Nou, dat vind ik heel mooi. Als die twee processen voor je eigen studenten en voor de rest van de wereld, zal ik maar zeggen, als die bij elkaar komen. We hebben ambities om binnen korte tijd toch een complete opleiding naar buiten te brengen. En dat zal niet de hele wereld ingaan, hè? Want je krijgt dus een opleiding die digitaal is, maar waar je bijvoorbeeld dan uiteindelijk voor toetsen of voor je diploma wel hier moet komen, of ergens anders, om je toetsen te doen. En misschien voor practica. Dus dat is een toch nog een gesloten vorm, maar sterk digitaal. En daarvan afgeleid zie je dat we zullen komen met open courseware, lossere vakken, aaneengesloten tot modules, steeds groter met certificaten. Dat is de ambitie die we hebben. En daarvoor zullen we dus ook wel een organisatietje moeten opbouwen de komende tijd, om te zorgen dat dat kan. En dat betekent dat docenten gewoon in hun normale opleiding, zullen we zeggen, steeds meer zullen beseffen dat wat zij doen, dat ze dat ook kunnen gebruiken voor open courseware. En dat we die relatie zullen aanleggen. En dat we dus een ondersteunende organisatie opbouwen die zorgt dat dat ook dat vlot gaat. En mijn ambitie is dat we over een paar jaar, dat we gewoon, ja, dat docenten, de meeste docenten daarmee te maken hebben gehad. En dat dat dus ook hun eigen doseerkwaliteit verbeterd heeft. Als er zoveel materiaal ontwikkeld wordt, is het natuurlijk mooi als je dat op een of andere manier bij elkaar krijgt. En als anderen ook de gelegenheid hebben daarin te zoeken of te zien. De toegankelijkheid daarvan moet zo hoog mogelijk zijn. Nou, dan heb je in Nederland via SURF of via Wikiwijze, heb je dus pogingen om dat materiaal bij elkaar te doen en daar meer systematiek en toegankelijkheid in te krijgen. En dat vind ik op zichzelf dus hele goede initiatieven, waarbij ik nog wel zorgen heb over, gaat het nu echt ook werken? En wat moet je doen om te zorgen dat een ander daar zijn materiaal in stopt, of dat die eruit haalt, hè? Dat het levend wordt. Want anders heb je een soort dode bak met materiaal en dat kost een hoop werk om het erin te stoppen en niemand kijkt ernaar. Declaration die roept eigenlijk op om ook in Europa strategisch na te denken over open courseware en dus de instellingen te verbinden die daarmee actief zijn. En dat vind ik heel erg goed. Je hebt bijvoorbeeld het Open Courseware Consortium internationaal, dat over de hele wereld. En daar zie je dus dat allerlei instellingen bij elkaar komen om te praten over, ja, wat is dit nu en hoe gaat het en wat is het businessmodel, dat vraagt iedereen altijd. Hè. Dus daar wordt over gepuzzeld en je ziet dat er in Europa eigenlijk helemaal geen organisatie is die daaronder ligt, hè, die daar naartoe leidt. En ik denk dat het heel erg goed is dat Europa zich daar zelfstandig in organiseert en de instellingen verbindt. Want het sluit helemaal aan bij de onderwijsvisie van Europa. Zorg dat je dus de mensen verbindt en dat je zorgt dat het scholingsniveau van Europa omhoog gaat. Nou, daar is dit prachtig materiaal in. Dus ik ben heel gelukkig met deze declaratie. En ik denk dat we daar ook echt stappen in moeten zetten.